In Rotterdam staat deze winkel waar u terecht kunt voor al uw tatoeages. U ziet, het is een goedlopende zaak en men zit altijd te springen om vakbekwame prikartiesten. Namens Bananensplit komt Ilse hier werken. Ambitieus en nerveus. Ze haalt haar eerste klant op. Die wordt gesteund door haar moeder. Wat je noemt twee kritische consumenten. Even kijken, ik heb gehoord dat je een dolfijntje wil. Ja. Met een tekst op je enkel. Nou, boven mijn enkel. Boven dat harde stuk. Dus zeg maar gewoon hier. Oké, en het is je eerste keer? Ja. Nou, kan je de hand schudden? Het is ook mijn eerste keer. Nou ja, vandaag in ieder geval is het allemaal mijn eerste keer. Oké, dus, maar jij gaat met tatoeëren. Ja, ja. Stoere marinier Margiel kan niet zonder zijn wantrouwige Romena. En Ilse niet zonder haar spoedcursus. Even zien. Kijk, ik doe even ondertussen deze aan, want dan weet ik of ik het goede doe. Welkom bij de ondersteunende afleiding voor het plaatsen van een tatoeage. Het perfecte geheugensteuntje voor elke professionele tatoeartist. Met de eenvoudig te volgen stappen wordt elke tatoeage een gegarandeerd succes. Ben je echt heel gespannen? Ja, ik weet alleen niet, omdat het nu zeg maar een beetje rommelig achter staat, of het echt... Informeer naar de wensen van de klant. Dan gaan we zo even opdoen. Het is niet zomaar een klein dingetje opzetten, dus... Snap ik. Nee joh, maar dat snap ik. Nee, maar dat snap ik joh, dat gaat helemaal goed. Ja, want het is zeg maar, ik dacht dat ik door een van hun geholpen zou worden. Daarom, dus ik zat zeg maar, want ja, hoe hun tatoeëren, dat heb ik gezien. En, nee, ze hebben me niet voor niks aangenomen. Ja, nee, ja, ik wil zeg maar niet... beledigen of zo, maar ik heb wel liefst een gevorderde tattooartiest, als het, ja, zo. Nou, blijf zo even zitten, dan ben ik zo terug. Dan zo blijven, hoor, niet aanzitten, gewoon even blijven zitten. Macho Magiel begint wat last van zijn arm te krijgen. Ja, wat is dit zo? Ben je een beetje zenuwachtig? Nee, ja, nee, ik zit even na te denken, want dit is ook zeg maar de eerste keer dat je tatoeëert, ook echt. Nee, ik heb vandaag al getatoeëerd. Oh, oké. Okay. En bij de dierenarts heb ik tatoeages gedaan, hè, bij de dieren gewoon. Oké. Okay. De oren, de ordennummers, op zich heb ik dat heel strak gedaan altijd. Oh jeetje, hij is ook helemaal doorgelopen, joh. Dit was te veel. Ik vond eerlijk gezegd niet zo heel erg op mijn gemak. Dat zou ik iemand anders kunnen... Ga maar even zitten, joh. Doe maar even zou rusten. Ik met iemand anders kunnen tatoeage kunnen zetten? Dan ben ik serieus. Want dit is niet zomaar een klein dingetje. Dit ik zet gewoon... hem gewoon op. En als je je dan nog niet helemaal goed voelt, dan kun je altijd nog vragen om een ander. Ja, het is niks persoonlijk. Het is gewoon echt serieus. Dit is... Joh, nee, maar ja, het is voor mij wel een klein beetje persoonlijk natuurlijk. Ja, dat snap ik. Maar het is toch logisch als het ondersteboven zit. Dit, ja, ik ben geen proefpersoon. Ik ben gewoon echt... Nou, zo bedoel ik het niet, maar dat is wel voor de rest van mijn leven. Dat is niet voor één keertje. Nou, weet je wat ik even doe? Ik ga eventjes dit idee even voorleggen daar. En dan Delphine wil je hier zetten, hè? Ja. Gewoon zo of liever schuin? Gewoon zo daarnaast. Zo, goed. Dan ga ik dat gewoon even vragen of dat eventjes wordt ontworpen. Ogenblikje. Waarom zei jij niks? Als ik word getatoeëerd door iemand die net één keer en voor de rest dieren... Print dingen even gemaakt, maar dat hoef ik niet. Nee, ga je helemaal niet echt vragen of zo, of kunnen wachten op die andere. Van, kijk, ik nou weer zo iemand. Ik wil echt een... Ik heb hier niet voor niks vijf uur gewacht, nee, hè? Nee. Geen twijfels, hè? Nou, ze wil eigenlijk liever door een van die andere twee. Kan dat? Mag ik dan gewoon even mijn eigen tatoeage laten zien? Alsjeblieft. Ja, maar... Wil je lezen wat hier staat? Bananensplit. Dat meen ik niet. Ja. Ja, ik heb voor mezelf, ik moet, dit is voor mij de allereerste keer ook. Ik heb dit nog nooit gedaan en... Wat staat hier? Bananensplit. Ja, weet ik veel. Je bent er normaal niet genomen. Hè? Ja.